Miljoen, het is tongetje en Jochen 20 januari. Dus welkom bij Bient. Miljoen, het Friesk verdwijnt uit de tjerken. Shot documentairemaker Remco van der Leeuw. En jou het er Div Rauw veroverd met zijn band Div, de Nederlandse poppodia. En het eerste Frieske Fab Lab met initiatiefnemer Jeroen de Boer reizigt het nieuwe week aan naar Florence. Nou, mijn naam wordt uitgeprint in het idee. Dat zo'n klein apparaat zo mijn naam kan maken, vind ik wel bijzonder. Hier is de 3D-printer mijn naam uitgeprint. Anna Lotte, een technisch hoogstandje van zelfs. De Wutwolle zijn dat de 3D-printer, ja, dat het eigenlijk een soort van dezelfde vergelijking wordt dan wel makkelijk, maar de stoommachine van James Watt. Is dat een triochte vergelijking? Ja, denk het wel. En dat is zo omdat zo'n 3D-printer aan zich niks doet. Je moet namelijk eerst een ontwerp maken. En dat maken van een ontwerp doe je op een computer, digitaal. En met de kracht van het internet kun je dus die ontwerpen heel snel delen met andere mensen op de wereld. En dat maakt dat je, ik kan hier een ontwerp maken wat ik in Japan kan laten uitprinten. He, dus er vindt echt een uitwisseling van kennis en informatie plaats. En dat maakt dat er heel snel vernieuwd kan worden, heel snel geïnnoveerd kan worden. En dat is echt, zoiets hebben we nog niet eerder gezien. En dus dat koe zelfs James Watt, koe dat net van me kon krijgen. Het eerste Frieske Fab Lab. Een oud bibliobus, zonder boeken, maar vol met computers en 3D-printers. Reizige takkelmanje naar Florence. En Jeroen, dat is dan in die bus, richting Italië. Wat is dat precies voor bus, zo'n Fab Lab? Nou, de bus is gewoon een bibliobus, ja? Alleen dan zonder boeken, zoals je al zei. Een Fab Lab is een afkorting voor Fabrication Laboratory. Het is een Amerikaans fenomeen. En daarvan zijn er wereldwijd nu tegen de 500, van heel klein tot heel groot. In bibliotheken, in universiteiten, in bussen. In Friesland was er nog geen één, dus het was voor ons een reden om dat op te zetten. En dat doen we vanuit de bibliotheek specifiek, omdat, wat ik in het begin zei, zo'n printer uit zichzelf doet niks. Die moet je een opdracht geven. En wat binnen die Fab Labs gebeurt, is dat iedereen die zeg maar dingen ontwerpt om uit te printen of op een andere manier te maken, dat deelt met andere mensen. Ja. Bij Wien Vlien Wieke eventjes bij hem om te zien hoe hard het werkt. Keer even naar Sjen. Jongens, welkom bij Frieske Lab. Frieske Lab is een mobiel Fab Lab met al je machines zoals 3D-printers, lasersnijers, computers, software, waar eigenlijk elk en ieder gebruik van mij kent. Jongens, en ook even lekker aan de slag. Pak maar een blokje ontwerp. Het is maar net wat je wilt. Je naam wil maken mag ook en dan pak je de letters en die kun je dan verslepen. Dit is de basis van de kopje. Ja, misschien kun je er nog een. Ga je naam even maken. Ja. Nou, mijn naam wordt uitgeprint in 3D. Dat zo'n klein apparaat zo mijn naam kan maken vind ik wel bijzonder. Hier is de 3D-printer mijn naam uitgeprint. En daar zit dan Anna Lotte. Ja, tak een week dan reis ik je hem oor naar Florence, naar een conferentie. Wat zie je hem daar correct van? Wij zijn daar uitgenodigd om te vertellen over het project dat we doen. Dus wij hebben een Fab Lab in onze bus. En toen zeiden ze van, je kunt erover vertellen, maar het zou nog leuker zijn als je ook iets gaat doen. Vind je dat een goed idee? Ja, natuurlijk een goed idee. Nemen we wel onze bus mee. En dat ging zijn heel eigen leven leiden, want dat was eigenlijk helemaal niet serieus bedoeld. Dat is natuurlijk een gigantische onderneming. Maar is het een taak, het is een taak van de bibliotheek. Ja. Om zo'n Fab Lab te faciliteren. Is dat de redding, dat ik aan een bibliotheek denk, ja, een beetje chargeren, dan denk ik aan stoffige boeken en zo. Is dit nou de redding van de bibliotheek? Nee, dit is niet de redding. Maar het is wel een nieuwe manier om je te manifesteren. En om relevant te kunnen zijn. En wat je eigenlijk ziet, dat idee van een bibliotheek met boeken, ja, dat is ook maar gegroeid. De allereerste bibliotheek in Alexandrië, in Egypte, 300 jaar voor Christus, voor Christus was een plek waar mensen samenkwamen om met elkaar te discussiëren en te argumenteren. En dat die informatie later werd vastgelegd op schrift,
Ja, dat sprak voor zich. Ja. Dat je nu op een andere manier kennis met elkaar kunt uitwisselen. Bijvoorbeeld door het internet of door het uitwisselen van kennis, omdat je kunt ontwerpen, dingen kunt maken. Is voor ons zo'n reden om te zeggen van, dat is nog steeds de essentie van de bibliotheek. Het uitwisselen van kennis en informatie. Manje, dan begint de bus te rieden. De eerste etappe is net als mij richting Keulen. Hè? Je hebt toch in totaal 8 landen en dan ga je bij alle je stedendeel. Ja. De eerste etappe dus in Keulen. Dan ga je via Nuremberg uiteindelijk naar Florence. Door je mooi cirkeltje en dan ga je weer waarom richting Ljouwert. Ja. Wat wil je hem daar al je van? Want je stapt ik hield niet uit, hè? Neem ik gewoon. Ja, ja, eigenlijk zijn we net een band. Het is bereid de hele dag. En om 3 uur 's middags komen we op een plek aan. Ja. En dan gaan we dingen doen. Dus wij bezoeken tussen de 10 en 12 collega-fablabs onderweg. En wat we gaan doen is iets bijzonders. Een van onze sponsoren is namelijk Stichting Aangepast Lezen. En Stichting Aangepast Lezen is een organisatie die zich sterk maakt voor het toegankelijk maken van informatie voor mensen die blind zijn of slechtziend zijn. En zij zeiden van, hey, wij staan voor een goede zaak, vinden we zelf. Dat kan ook wel wat publiciteit gebruiken. Jullie hebben geld nodig voor jullie trip. Zouden jullie niet, als wij geld geven om die reis te faciliteren, op al die plekken die je aandoet, samen met die andere makers in die fablabs kunnen gaan nadenken over oplossingen die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maken om informatie te consumeren. Tuurlijk, gaan we doen. En er gebeuren echt fantastische dingen op dat terrein. Je hebt bijvoorbeeld mensen die hebben bedacht van, stel je hebt een foto, een jeugdherinnering. Stel iemand kon vroeger wel zien, nu niet meer. Een jeugdherinnering, die foto kun je dus niet meer bekijken. Nee, printen. We gaan hem modelleren naar een 3D-model. We printen hem uit zodat je hem kunt voelen. Ja, prachtig initiatief. Ik wens je echt een heel soort succes. Manje, dan stap je hem dus op de bus. Ja. En dan richting Italië. Heel soort succes erbij. Heren, tige tanken van je komst. Nog even heel kwart nog, ja. 7 maart hebben wij onze EP-release in de Blokhuispoort in Leeuwarden. In Asterix begint om 8 uur. Er zijn nog kaarten, dus voor wie? Kom gezellig langs. Ah, dat klinkt nou wel gezellig. Dan zeker erin. Ontstaan 4 morgen, dan ben wij er vanzelfs weer. Dan de omtrekken van de sport. Maar de oorski nemen de directeur van Cambuur, Gerard van der Belt. En zijn opvolger, Art de Graaf. Dat is pas van morgen. Voor nou in elk geval nog een hele gezellige jongen. Dag.